gaan hier een hulpverleningsdemonstratie doen. Zijn de deur uitknippen. De brandweer op Schiphol staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag paraat. Belangrijk, maar ook risicovol werk, dat lang niet altijd tijdens kantooruren gebeurt. Hij is 24 uur van huis, dus 's avonds is hij er ook niet. Om 's ochtends thuis en dan ben ik naar mijn werk, dus af en toe zie je elkaar een periode niet. Om de familieleden te laten zien wat de Schiphol brandweer allemaal doet, werd er op 24 september een open dag georganiseerd. De dag is heel erg belangrijk voor de familie. Een hele hoop oefeningen worden er gedaan, waaronder vliegtuig brandbestrijding, hulpverlening wat hierachter plaatsvindt. Ja, dan krijgen ze toch een beetje daadwerkelijk een beeld waar we voor oefenen en wat we ook daadwerkelijk voor incidenten hebben. We staan hier bij het vliegtuig. Het is ook een middel om mensen getraind te houden en mensen te laten oefenen bij een vliegtuig wat ook echt daadwerkelijk kan branden. Wat heb je allemaal gezien? Grote vliegtuigen en die vond ik best wel vet. Wat gebeurde er met het vliegtuig? Vloog in brand. En toen? Gingen ze hem blussen. Was het vuur? Groot, heel erg groot. Ze waren echt heel snel. Het was echt ongeveer 30 seconden en die brand was wel geblust.